Lieve zusters en broeders, het is goed aan het begin van deze 40 dagen tijd voor Pasen eraan te herinneren dat deze 40 dagen hun oorsprong vinden in de vroege kerk. Want toen werden de volwassenen die zich voorbereiden op de doop gedoopt in de paasnacht. En deze doop van de volwassenen in de paasnacht legde een prachtige verbinding tussen Pasen en de doop. Tussen Pasen en de betekenis van de doop. Want wat vieren we met Pasen? We vieren met Pasen de dood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. En de doop in de paasnacht maakt op een unieke manier duidelijk dat onze doop dus te maken heeft met de dood en de verrijzenis van Jezus. Door de doop worden we ondergedompeld, niet alleen in water, maar in het lijden en sterven van Christus, om met hem verenigd op te staan tot een nieuw leven. En die praktijk, die in de eerste vroege kerk eeuwenlang opgeld heeft gedaan, die praktijk van de volwassen doop in de paasnacht, is, zoals u weet, in onze tijd ook alweer enige jaren actueel. In ons land worden zeker enkele honderden volwassenen gedoopt in de paasnacht. Over de hele wereld vele duizenden. En ook in onze eigen parochie zullen 3 jonge vrouwen in de paasnacht gedoopt worden. Zij zien uit naar dat moment als een beslissend en blij hoogtepunt in hun leven. En wij verheugen ons natuurlijk met hen over hun geboorte tot dat nieuwe leven met God. Hun geboorte in leven verenigd met Jezus Christus als kinderen van God. We verheugen ons met hen, maar we doen meer dan ons verheugen met hen. Want we vragen ons dan natuurlijk af, ja, kijk eens hoe zij uitzien naar die volwassen doop. Maar hoe is het gesteld met onze eigen relatie tot Jezus, tot de levende Heer? Is er niet een beetje sleur in geslopen? Hebben we nog wel precies in de gaten waar het om gaat? En hebben we voldoende de kansen aangegrepen om echt te leven in zijn voetspoor? Daarom dus deze tijd van bezinning. 40 dagen lang zijn we als het ware met heel de kerk op retraite. Niet zozeer dat we naar een andere ruimte gaan, maar wel in de tijd. 40 dagen. We trekken ons terug uit de wereld in de eenzaamheid, niet ergens in de bossen op de Veluwe, maar van onze eigen binnenkamer, de binnenkamer van ons hart. En op die manier willen we ons opnieuw bewust worden van de rijkdom en de kracht van het geloof, van wat werkelijk de bron van ons leven is. We mogen ons op deze manier ook verbonden voelen met Jezus, die 40 dagen in de woestijn verbleef voordat hij zijn taak begon. En hij hoorde allerlei stemmen. Stemmen van de lieve engelen die hem dienden en bij wijze van spreken voor hem in de handen klapten van enthousiasme vanwege die prachtige boodschap. Maar hij hoorde ook de stem van de Satan. Satan, dat is die inwendige stem die ons aanklaagt. Schuldgevoelens die je ondermijnen. Herinneringen aan situaties waar we ons voor schamen. Satan is de stem die zegt, ha, verbeeld je maar niks. Jij, kind van God, laat me niet lachen. Ook Jezus werd beproefd. Niet door stemmen van schuldgevoel en schaamte, maar hij werd beproefd als zoon van God door een stemmetje dat zei, ik zou me niet op God vertrouwen als ik jou was, want dat blijft een sprong in het duister. Als mens ben je kwetsbaar en weerloos. Gebruik toch je goddelijke kracht om geen pijn te lijden en geen gebrek te kennen en om nooit te hoeven lijden. En het is die stem die Jezus het zwijgen oplegde door te kiezen voor God en voor de onvoorwaardelijke liefde van God. En daarom is hij van zo'n unieke betekenis voor ons geworden. Hij koos ervoor om eens te zijn met onze kwetsbaarheid en gebrek. Hij koos ervoor om ons op zijn beurt
deel te geven aan zijn leven, waarover het kwade en de dood geen macht meer hebben. Deze 40 dagen tijd nodigt ons uit, u en mij, om ons af te vragen. Als Jezus alles voor ons heeft overgehaald, hoe kan ik dan daarvoor danken in mijn leven? Hoe kan ik ook mijn doop als vereniging met hem opnieuw beleven? Opnieuw beleven in de aanvaarding van mijzelf. Niet als iemand die niet de moeite waard is, maar die God zijn kind noemt. Hoe kan ik mijn doop opnieuw beleven in mijn omgang met mijn medemensen? Hoe kan ik mijn doop beleven in mijn respect voor het leven? Het leven als een geschenk van God. Want onze doop is een groot geschenk, maar het is ook een opdracht. De apostel Petrus hoorden we zeggen in de tweede lezing: de doop bedoelt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de doop bedoelt de verbintenis met God van een goed geweten krachtens de opstanding van Jezus Christus. Nou, dat goede geweten, dat is niet dat we nooit tekortgeschoten zijn of dat we ons nergens voor zouden hoeven te schamen. We weten wel beter. En er is altijd dat ondermijnende innerlijke stemmetje dat zegt: verbeeld je maar niks. Nee, dat goede geweten waar Petrus over spreekt is de innerlijke zekerheid dat de liefde van God sterker is dan al die stemmetjes die ons maar naar omlaag trekken, de diepte in. En de doop is het medicijn tegen al die tegenstemmen. Het is een goed geweten, verbonden met God, krachtens de opstanding van Christus. En daardoor kunnen we onze energie beter besteden. Onuitputtelijke nieuwe levensenergie in de vorm van geloof, van hoop en van liefde. We hebben dat persoonlijk nodig, maar ook onze wereld heeft dat nodig. Onze wereld heeft mensen nodig die vol moed in het leven staan. Niet omdat ze zelf onkwetsbaar zijn, maar omdat ze de kracht van Christus ontdekt hebben. En wanneer wij zelf door de doop en door het geloof positief, vol goede moed in het leven staan, dan zullen we om ons heen, in andere mensen en in de wereld, ook andere positieve krachten ontdekken. Want wij kunnen als persoon naar beneden getrokken worden door die stemmetjes die zeggen: ja, maar je hebt toch dit, je hebt toch dat, verbeeld je maar niks. Nee, de wereld kan ook naar beneden getrokken worden. En dat zien we ook gebeuren. Niet alleen door de nare dingen die er gebeuren, maar ook door mensen die de moed opgeven. Die door die ellendige en gruwelijke dingen die gebeuren gaan geloven in de ondergang. En we zien heel veel mensen cynisch en onverschillig worden. En we zien ook op plaatsen waar je het helemaal niet verwacht, mensen in conflict met elkaar raken, tot in de kerk aan toe. Petrus en de eerste christenen waren zo positief dat ze de kracht van de verrijzenis van Christus niet alleen in hun eigen leven ervoerden, maar zelfs met terugwerkende kracht in het verleden. Het is die opmerkelijke tekst die we hoorden. Hij staat ook in uw boekje, waar Petrus zegt: zo ging Christus heen.